Oh, trouwens, daar heb ik ook nog... Ik weet niet of jij vaak Google gebruikt om te zoeken. Waarschijnlijk, maar... Jawel. Ik word ze serieus, ik word ze echt zat. Ja? Het is zo'n afschuwelijk rot apparaat aan het worden. En dat bedoel ik letterlijk, rot. Oké. Dus het is niet minder makkelijk te gebruiken. Nou, daar doen ze ook hun best voor. Maar ik vind gewoon niet meer wat ik wil vinden. Oké. En dat zit hem voornamelijk in, ik zoek namelijk, en dat is, ik weet niet of ik de enige ben erin. Als ik de reactie van Google moet geloven, dan is dat zo. Zo, er komt een enorme motor op ons af. Heel veel haast. Zo. Nou, jongens en meisjes. We zien je aan de achterkant met een print op je kont. Er mag niet geflitst worden in de tunnel. Wat, er mag niet geflitst nee. worden? Oh, hoe zit dat dan? Omdat de tunnels, daar zijn mensen al een beetje gestrest. En als er ook nog ineens een flits is, zoiets is het. Dat mensen, het is gevaarlijk om te flitsen in een tunnel. Oké. Ja, valt wat voor te zeggen. Ja. Maar dan kunnen die motorrijders helemaal hard ophalen. Maar je kan natuurlijk wel trajectcontrole doen. Dat, ja, inderdaad, ja. Maar ik begreep dat van een aantal motorrijders... Kijk, zo'n auto wilde ik gaan kopen. Dus deze auto. Die nu? Deze. Oh, deze hier. Ja. De Jeep. Wauw. Ja, ook die 4 liter. Precies dit ding. Godskoleer. Nou, misschien dat, ja, dat die te koop is. Hallo. Mooie auto. Ik geloof dat de dame in de auto dacht dat het over haar ging. Ja, nee. Een 4x4. Ja, want dat heb je absoluut nodig in de stad. Dat heb ik echt nodig. Ja. Maar hij is ook lekker groot. Ja. Ja, dus dat zou de vervanging kunnen zijn van dit ja, dus als monster. Iemand deze prachtige Mercedes wil kopen, ja, neem contact met me op. Dat kan. Hij is te koop. Ja. En hij zit heel erg lekker. Ja, en hij rijdt ook heel erg lekker. Precies. Maar goed, ik ben dus op zoek naar nieuwe dingen. Ik zie Google, zie ik als iets van nou, laat mij eens zien wat ik nog niet weet. Want daar ben ik nou op zoek. Ik ben op zoek naar... Ik gebruik tegenwoordig DuckDuckGo als standaard zoek. Nieuwe informatie. Zo heet die. DuckDuckGo. Dat is een nieuwe zoekmachine. Ja. Die gebruik ik standaard. Dat is mijn... En als ik daar niet vind wat ik wil, dan zoek ik het op Google. Dat is een aggregatiezoekmachine, toch? Die gebruikt alle engines en verzamelt dat bij elkaar? Nee, dat is een eigen zoekmachine. Oh, echt waar? Ja. Oh. En dat is een vanuit privacy oogpunt. Dus hij gebruikt geen cookies bijvoorbeeld. Awesome. Of misschien ook wel, weet ik eigenlijk niet. Maar het is een... het is een privacy ding. Het is een prettige... En hij doet het best aardig. Ik vind, laten we zeggen... 7, 8 van de 10 keer vind ik ermee wat ik wil vinden. Mm-hmm. Nou, dat vind ik goed genoeg. Maar soms doet hij het minder goed. Maar hij is duidelijk aan het verbeteren. Oké. Okay. Ja, die zal ik, misschien ga ik die als standaard. Die naam is gebruiken. Een beetje belachelijk, DuckDuckGo. Maar... Is dat niet gebaseerd op een of ander televisieprogramma of zo? Het zou kunnen. Ik geloof dat daar een woordspeling op is of zo. Maar dan zal ik die inderdaad gebruiken. Want en dat is, misschien is dat een kwaaltje van een contentmaker. Af en toe doe je een vanity search, zoals dat mooi heet. Ja. Dus dan zoek je naar jezelf. En ik vind mezelf dus altijd. Want Google weet dat ik mezelf ben. En dat, ik de wasdraad, en dat ik de wasdraad maak. En die zegt van, oh, je bedoelt vast dingen die je al weet. Dan moet je eens op DuckDuckGo zoeken naar jezelf. Ja, precies. Ja. Ja, want daar kennen ze mij nog niet. Nee, wel. Natuurlijk wel. Ze indexeren het web daar. Ja, precies, maar ze doen dus niet aan die persoonlijke zoekresultaten. De zoekresultaten zijn hetzelfde. Ja. Zoals Google was. Ja precies. Ik kon een Google-link doorsturen naar iemand. En dan wist ik dat hij dezelfde content kreeg te zien. Nu weet ik dat hij dat niet krijgt te zien. Nee, inderdaad. Dat is ook storend. Nou ja, niet per se storend. Kijk, ik vind het vooral storend. Google is veranderd. Google is niet meer een zoekmachine. Nee, inderdaad. Het is veel meer dan dat. En heel veel mensen hebben een Google-account. En een Google-account is vaak een wezenlijk onderdeel van je
van, nou ja, van alles wat je doet eigenlijk. Ja. Ja. Maar dan kan het handig zijn. Ik heb geen Google account en dan slaat het. Dan is al die poeha is niet nodig. Nee, maar ja, goed. Ik vind de insteek van wij kennen je steeds beter, dus we weten ook wat voor zoekresultaten je wilt. Die stap, ja, die klopt niet volgens mij. Nee. De stap voor mij is het. Je kent mij steeds beter, dus dan zou je eigenlijk moeten weten waar ik nooit naar zoek en dat wil ik weten. Laat mij dingen zien die ik nog niet weet. Ja, ja, ja. Maar goed, daar aan de andere kant, als ik bepaalde. Weet je, ik zoek vaak hoe je dingen doet in PHP of hoe je dingen doet in JavaScript. Het is wel handig als je dan gewoon weet van, oh ja, jij zoekt altijd in JavaScript. Ik ga voor jou in plaats van. Oh, dit weet jij nog niet. Ik ga even iets anders voor je. Ja, precies. Ja, nee, als je het gebruikt als veredelde boek, bookmark apparaat, dan ja, is dat ideaal inderdaad. Ja. Maar voor mij is het. Neem bijvoorbeeld de Daily Nerd. Ja. In de Daily Nerd staan dingen die ik niet weet. Ja. Dat is heel erg fijn. Ja. Maar als dus Google besluit dat ik bijvoorbeeld nu.nl, die bezoek ik heel vaak. Dus vaste berichtgeving van nu.nl is veel relevanter dan nieuwe informatie die op de Daily Nerd staat. Ja, dat besluit wil ik zelf maken, dank u wel. Oké. Okay. En dat is, ja, goed. Dus DuckDuckGo misschien. Ja, goede oplossing. Ja. Ja, zou ik vooral eens naar kijken. Hmm. Ik vind hem wel prettig. Ja, ik hoop dat ik hem kan in.